Nou, het is belangrijk om kinderen bewust te maken van afvalscheiding, omdat we als school natuurlijk heel veel afval produceren. En we scheiden bijvoorbeeld wel makkelijk papier, maar dingen als plastic scheiden en zo, dat is al een stuk moeilijker. Dus het gaat over het echte afvalberg kleiner maken, dat is één belangrijk, maar ook leerlingen bewust maken dat afval heel goed hergebruikt kan worden. Nou, wat heel fijn is, is dat je als school de keuze hebt kunnen maken van voor welke leerlingen zou dit een leuke, zou de Designathon een uitdaging zijn? Hè? Zouden ze geïnspireerd kunnen worden, maar ook later als ambassadeurs in de school op kunnen treden? Dus daar hebben we over nagedacht bij de selectie van de kinderen. Wie laten we meedoen? En dus ik heb het vertrouwen dat zij hebben hier inspiratie gehaald, maar zij brengen ook weer inspiratie de school in. Nou ja, dat we een vorm gaan zoeken om het plastic afval ook echt op één centrale plek in de school te kunnen verzamelen. Op een manier die niet stinkt en die ook hanteerbaar is. Want het heeft natuurlijk vaak veel volume, het plastic afval. Ja.